Ik ben manager van de afdeling bestuurlijke zaken en communicatie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. We proberen altijd de veiligheid in Nederland en daarbuiten te verbeteren. De onderzoeksraad doet uitvoerige onderzoeken, zijn vaak heel technische onderzoeken. Dat levert dikke rapporten op. En om het dan toch voorstelbaar te maken wat er is gebeurd, maken wij videoanimaties, zoals bijvoorbeeld bij MH17. En dan zie je wat er is gebeurd. En wat je in die animatie ziet, daarvan weet je dat het wordt onderbouwd in een heel lijvig rapport. Maar je hebt het rapport niet meer nodig om overtuigd te worden van de boodschap. Ja, we hebben uiteindelijk 15 maanden onderzoek gedaan naar de crash met MH17. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat beeld allesbepalend zou zijn voor het slagen van die presentatie. We hebben maanden van tevoren een schets laten maken waarin we het ideale tv-shot hebben laten schetsen. Daar komen vier elementen naar voren. De reconstructie van het toestel, de hoofdboodschap, final report. Wie vertelt het? Tjibbe Joustra, de voorzitter van de onderzoeksraad. En wie is dan de afzender van de boodschap? De onderzoeksraad. Die vier elementen zijn gevoegd in één tv-shot. En dat shot, die schets, hebben wij leidend laten zijn in de opbouw van de presentatie. Uiteindelijk waren er op de dag van de presentatie 250 internationale journalisten en vele tientallen cameraploegen. En je ziet ook terug dat dat ene tv-shot meteen de wereld overging en een grote bijdrage heeft geleverd aan het overtuigen van de conclusies van het rapport. Nieuws gaat steeds sneller. Iedereen heeft een smartphone tot zijn beschikking. Mensen halen informatie van veel meer verschillende plekken. Dus je moet echt zorgen dat je als organisatie jouw informatie goed ontsluit, dat mensen er makkelijk bij kunnen en dat je ook snel kunt reageren op ontwikkelingen om je heen.